terug op mijn kanaal. Ik wil het vandaag met jullie hebben over het hippe workshopplein. Ik weet niet of je er al van gehoord hebt, maar dat is een superleuk initiatief wat in de Broodfabriek in Rijswijk op de Creabeurs gaat plaatsvinden. Dat is in het weekend van 6, 7 en 8 april. Dus al vrij snel is dat. En daar ga ik samen met 6 andere docenten, dus in totaal met z'n zevenen, gaan wij in dat weekend workshops geven. En dat zijn allemaal vrij uiteenlopende workshops. Maar wat ze wel gemeen hebben is dat het helemaal hip en happening is natuurlijk. Dat het super toffe docenten zijn en dat we echt een heel leuk workshopplein kunnen neerzetten. Ik ga dadelijk nog wel eventjes aan het einde van de video de flyer met alle docenten laten zien. En ik zal ze ook zoveel mogelijk hieronder even linken. Zodat je kunt zien wie er allemaal aanwezig zijn. Maar ik ben er dus ook. Ik ga op vrijdag en op zondag, dus op 6 en op 8 april, ga ik workshops geven. En ik ga 2 verschillende soorten workshops geven. Ik ga 1 workshop geven in Mixed Media in het Traveler's Notebook. En dat is journaling zoals jij voor mij eigenlijk wel een beetje gewend bent. Veel kleurgebruik, veel verschillende materialen, tekeningen of in ieder geval collage elementen verwerken. En allemaal superleuke dingen natuurlijk. En daarnaast ga ik ook 1 keer per dag een workshop geven waarin ik een pocketfolder met je ga maken. En ook mensen die bij mij al eerder workshops hebben gedaan, die weten waarschijnlijk wel hoe die pocketfolder eruit ziet. Maar deze keer gaan we hem maken met een gedeeltelijke wit cardstock. En dan gaan we die ook bewerken met Mixed Media. Dat is toch wel weer net wat anders dan wat ik in het verleden heb gedaan. En ik vond het juist wel leuk om die kant ook een keertje te laten zien. En te laten zien hoe je dan met Mixed Media zo'n super coole folder kan maken. Ik heb al een klein voorbeeldje van wat ik zelf al gemaakt heb. Dus er wordt wel papier op verwerkt, maar de achtergrond, zo gaan we wel met Mixed Media gaan we die bewerken. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb ook al allemaal hele leuke materialen die ik jullie al een beetje kan laten zien. Dus dat zijn bijvoorbeeld allemaal leuke stencils waar we mee kunnen gaan werken. Stempels. Achtergrondstempels die je kunt verwerken in je Mixed Media projecten. Teksten die heel leuk zijn om te verwerken in je projecten. Dit is ook nog weer een achtergrondstempel. Maar ook woorden. Allemaal dat soort leuke Mixed Media stempels ook. Daarnaast gaan we bijvoorbeeld werken met inkt. Dat is heel leuk om toe te voegen als je bijvoorbeeld al een achtergrond hebt met watercolor. Dus dat zijn allemaal ideetjes die ik al heb voor de workshop. Ik laat jullie aan het einde van deze video ook nog even wat sneaks zien van voorbeeldjes die ik gemaakt heb. Met onder andere deze materialen voor de workshop. Ik heb ook een aantal inserts kunnen scoren, zodat iedereen die meedoet met een Traveler's Notebook workshop gebruik kan maken van het fijne papier waar ik zelf altijd op werk. Dus dat is wel heel erg leuk om dat ook met mensen te kunnen delen. Want ik vind papier is wel echt heel belangrijk als je met zo'n mooie materiaal als watercolor aan de slag gaat. Dus ik hoop gewoon dat ik jou ook ga zien op het hippe workshop. Plein. Je kunt je inschrijven via de website van Crea Weekend. Die ga ik hieronder natuurlijk ook even voor je neerzetten. Helemaal bovenaan, zodat je daarop door kan klikken. Dan zie je ook de workshops van de andere docenten. En je kunt zien of een workshop nog beschikbaar is. En je kunt daar meteen ook meerdere workshops boeken als je dat zou willen. We hebben het zo geregeld dat je op een dag bij verschillende docenten kunt aansluiten. Dus dat is heel erg leuk. En ik zou zeggen, ja, hopelijk tot in het weekend van 6, 7 en 8 april.
Doeg!